Room service? Pik de elektriek? What up mensen, het is 7:30. We hebben net al uitgecheckt in het hotel. We gaan nu lekker onderweg door naar de crossbaan. Daar gaan we even lekker rustig eten. Even de spulletjes uitlaaien. Marijn zegt net, zelfs met de wedstrijd zijn we nog nooit zo vroeg op de baan geweest. Maar ja, we hebben alles voor over om gewoon een vlak baantje te rijden. Gelukkig waren we al op de baan, maar moeten we nog tanken. Merci dat jij het bent. Altijd zeggen, helemaal onder en zo duiken. Deze is echt. Zo, we zijn aangekomen op de baan. De baan ligt er nog helemaal vlakbij. Ik ga gauw aankleden en dan ga ik gauw even een paar rondjes rijden op het vlak. Dat was echt gewoon geweldig, of niet Marijn? Dik jongen, echt die bulten gewoon aanzetten, zo ver mogelijk springen, bochten vol gas. Ik hou van de vlakke baan. Nu kunnen we weer echt gaan trainen in plek van alleen maar lol beleven, want de baan ligt veel zwaarder. Ik heb heerlijk gereden van het weekend. Ik ben helemaal kapot. Nou wil Marijn nog een platte foto hebben. Dus we gaan even naar het einde van de baan lopen. En dan gaan we even kijken of we een mooie foto kunnen maken voor Marijn. Wat een weekend mensen. Ik heb heerlijk gereden. Oh ja, de camera is helaas stuk. De lens komt er niet meer uit. Dus dat is best wel vervelend. We gaan over op de GoPro. Ik heb heerlijk gereden van het weekend, alleen de laatste sessie. Ik heb vorige week in Oorschot heb ik mijn enkel verstuikt, dus daar kreeg ik een beetje last van. En Marijn, de diehard hier zo, die zegt, ja jongen, ik ga nog een paar rondjes. Hij heeft één rondje gereden en twee crossen pakken. Marijn die gaat nog even omkleden. Kim, heb je het leuk gehad dit weekend? Kim heeft het ook prima naar de zin gehad. Alleen wat weinig zon hebben we gehad. Dat vind ik wel jammer. Het had wel wat beter weer mogen wezen eigenlijk. Nou, maar toch. Vandaag zou het regenen. Ja, het zou gaan regenen vandaag en het heeft niks geregend. Dus we hebben eigenlijk zijn we wel goed weggekomen. Ja, jij wel, ja. Wat was dat pas? Ik ben heel zo, als je denkt, wat was ik nou aan het doen? Ik ben even weg. Ja, maar je bent even weg. Ik ben even weg. Zo, als je denkt, wat was ik nou aan het doen? Kim, die heeft de auto al even netjes geveegd. Dus, nou ja. Ja, dit zit vast aan de grond, ja. Dit komt er niet uit. Maar het is heel netjes, dus ik moest even van Kim even mijn schoenen poetsen. Nou, alles staat weer in de bus. Marijn is er ook klaar voor, hij moest nog even naar Chickie toe, maar die is nou weg eindelijk. Dus we kunnen eindelijk door. Staat ze hiernaast? Ja, oh my god, jullie kunnen er zien, kijk. Chickie! Nog even zwaaien, doei! Marijn was gezellig. Ja. Ik zie je de volgende keer weer. Volgend weekend. Ja. Roadtrip deel 2 misschien. Misschien. Zou nice zijn man. Yes. Goed.
Laat eens. Hey, doei. Tot de volgende. Ben. Doei. Ga Blackie mee. Ga mee dan. Ga mee. Kom maar. Ja, mee. Goed. Weer thuis aangekomen. Ik ben blij dat het nog licht is, want dan kan ik nog even de motor schoonmaken. Zoals je kan zien staat mijn schatje er weer helemaal schoon bij. Ik zag na de 100 abonnees special dat ik alweer 15 abonnees erbij heb gekregen. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Vond je dit een leuke video? Vergeet hem dan niet even een likeje te geven. Abonneer ook gelijk even en delen met je opa's, oma's, nichten, tanten, neven, iedereen gewoon. Dankjewel.